Illegale houtkap. We horen en zien regelmatig verontrustende berichten in de media. En ook Nederland krijgt kritiek als het aankomt op het verlies van kostbaar oerwoud. Via de Europese houtverordening, oftewel EUTR, probeert de Europese Unie ervoor te zorgen dat de keten van houtkap tot verkoop van eindproduct aantoonbaar legaal is. Daarbij staat de marktdeelnemer centraal die het hout op de Europese markt brengt. Op de website van de NVWA vind je een overzicht van de stappen die je als marktdeelnemer moet nemen rondom deze houtverordening. Een van de ondernemers die het belangrijk vindt om zich aan de zorgvuldigheidseisen te houden, is het bedrijf Felix Distribution, dat jaarlijks duizenden kubieke meters hardhout importeert. Wij houden onszelf aan de houtverordening. Eigenlijk heel eenvoudig. Persoonlijk raakt het mij om de aarde gezond te houden, om hem gezond door te kunnen geven aan de volgende generatie. En voor onze organisatie is het van levensbelang. Het is de bodem. Het is ons DNA om te zorgen dat de duurzaamheid en de traceerbaarheid van het hout aantoonbaar vastgelegd is. Wij bestellen geen hout. Dat klinkt vreemd, maar wij bestellen geen hout. Wij trachten te vermarkten wat het bos ons geeft. De marktdeelnemer moet volgens de wet een stelsel van zorgvuldigheidseisen hebben en toepassen, om zich zo ervan te verzekeren dat het hout een legale herkomst heeft. Voor ons houdt het stelsel van zorgvuldigheid in eigenlijk een heel pakket. Een pakket dat begint bij een risicoanalyse. Binnen deze risicoanalyse onderzoek ik alle gegevens die er bekend zijn over het gebied. Denk aan sancties, gewapende conflicten, aan corruptie. Welk houtje willen we nu eigenlijk gaan importeren? Kan dit houtje wel? Is het een bedreigde houtsoort? Is het een beschermde houtsoort? En dat proberen we eigenlijk allemaal uit te sluiten. Aan de hand van de uitkomsten of de bevindingen die we gedaan hebben op het bureau, maken we een analyse voor onszelf van moeten we naar het land toe? Moeten we daar zelf ter plekke gaan auditeren? Kunnen we daar zelf of moeten we daar een extern bureau voor meenemen? En daar gaan we dan onderzoeken wat de leverancier vertelt, wat de documenten ons vertellen. En willen we het gewoon zelf zien, met eigen ogen. Teruggaan naar de stronk. Zien dat de stronk genummerd is. Gecorrespondeerd met een stam. Gecorrespondeerd met de zaaginslag. In de zagerijen, met de schaverijen, met de droogcabines, dat alles duidelijk is waar het hout vandaan komt en waar het naartoe gaat. Gelukkig beseffen onze klanten dat steeds beter en weten ze ons enorm te waarderen over deze inspanningen. Het is inderdaad een behoorlijke kluif om aan de wet te voldoen. Zeker omdat elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving ook nog een keer in de eigen landstaal. Dus dat maakt het best gecompliceerd. Felix Distributions is blij met de EUTR en ziet dat de serieuze marktdeelnemers hier veel waarde aan hechten. Door de EUTR zijn we met z'n allen bewust bezig om de traceerbaarheid van het hout heel goed vast te leggen. Wij kennen de wet. De aspirant marktdeelnemers, zij die dus voor het eerst het hout op de Europese markt gaan zetten, voor hen heb ik wel degelijk tips. Ik zou zeggen, lees jezelf heel goed in. Weet waar je het over hebt. Zomaar een container importeren kan je heel duur komen te staan. Het hout kan in beslag genomen worden. Je kunt boetes opgelegd krijgen. En zelfs als je het echte bond maakt, kun je gevangenisstraf oplopen. Handelaren zou ik willen adviseren. Schrijf onder iedere offerteaanvraag dat er EUTR normatief aangeboden wordt. Ook in de discussie over klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit krijgt de aanpak van illegale houtkap en handel steeds meer aandacht. Er wordt niet altijd meer gekeken op het laatste dubbeltje. Het wordt niet altijd meer omgedraaid. Mensen zijn bereid om iets meer geld uit te geven voor duurzaamheid en legaliteit van het tropisch aardhout.